Dus deze zomer eigenlijk besloten om het nog één kans te geven. Maar ook wel met de instelling, als het betekent dat ik een jaar lang minder moet sporten, minder sociale dingen moet doen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het werk moet zijn en ik heb daarna het leven wat ik echt wil. Wat is een jaar dan op alle jaren daarna? Welkom bij de Vastgoed Show. De plek voor al je vragen over vastgoed en vermogensopbouw. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Een dame die alles weet over hoe je geld verdient met YouTube-kanalen. Dus YouTube Cash Cows. Ze weet alles over hoe je een vastgoedportefeuille opbouwt. Ze heeft zelf vastgoed. En ze weet hoe je in deze tijd je goed betaalde baan opzegt om vervolgens dus fulltime te gaan ondernemen. Welkom bij de Real Estate Masterclass. En welkom Lotte in de podcast. Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, zeker. Ik denk dat je een interessant verhaal hebt voor de kijkers om te vertellen. Ja, waar je vandaan komt, dus om meteen met de deur in huis te vallen. Ja. Kun je een korte introductie geven van wie je bent en wat je doet? Zeker. Lotte, ik ben zoals je inderdaad al aangaf, ik heb mijn baan opgezegd een poosje geleden. En op dit moment ben ik vooral bezig met online ondernemen en vastgoed. Dus dat is een beetje in het kort wie ik ben. Nee, top. En daar wil ik voornamelijk op inzoomen, want ik denk dat de kijkers zich zeker kunnen herkennen in het hebben van een vaste baan. Ja. Daar wil ik eigenlijk met je beginnen. Je bent een hele slimme dame, je hebt gestudeerd. Ja. Kun je kort vertellen wat je gestudeerd hebt, heel kort de baan die je had en waarom je vervolgens hebt opgezegd? Ja, zeker. Ik heb meerdere studies gedaan. Ik was destijds nog in de veronderstelling dat als je maar zo hoog mogelijk diploma zou hebben, dat je ook een heel goed betaalde baan zou krijgen. Dus ik heb maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan, HBO. Vervolgens een universitaire bachelor criminologie. En dat nog afgerond met een universitaire master rechtsgeleerdheid. Ja. En toen kwam ik eigenlijk tot het besef dat het feit dat je cum laude rechtsgeleerdheid master hebt, dat zelfs niet betekent dat je meteen heel goed betaald krijgt. Je moet nog steeds eigenlijk onderaan de ladder beginnen. Ja. En op een gegeven moment kwam dat besef bij mij binnen dat ik dacht, ik ben eigenlijk nog steeds voor iemand anders droom aan het werken. In 2017 wel, terwijl ik begon met mijn universitaire studies, ben ik op zoek gegaan naar een woning. Op dat moment dacht ik, ik kan kopen of ik kan huren. Hoe dan ook moet ik maandelijks mijn woonlasten betalen. Als ik kan kopen, wil ik gewoon kopen, want dan bouw je ook echt wat op. Ja. Dus zo is eigenlijk, wel vastgoed, maar echt gewoon mijn eigen woning is. In 2017 heb ik die gekocht. Toen was de markt al wel dusdanig gestegen eigenlijk sinds 2013, dat iedereen nog dacht van, de markt is nu op zijn top. Ja, want nu had je dus al, je was afgestudeerd en nu had je dus je baan, zeg maar, je fulltime baan. Ja, klopt. Ja. En waar werkte je toen? Toen was ik nog business consultant bij een IT-bedrijf. Ja, ja. Mijn master had namelijk een technische richting, International Technology Law was dat. En dan echt op rechtsgebied het juridische en het ethische stuk ervan. Het bedrijf hield zich meer bezig met softwareontwikkeling. Dus toen ben ik al snel geswitcht en op een gegeven moment eigenlijk bij de politie terechtgekomen. Dat was je laatste baan? Nee, ook niet. Okay. Nee. Mijn laatste baan was bij een Nederlandse gemeente en daar was ik organisatieadviseur. Ja. Maar op dat moment toen ik daar begon, wist ik eigenlijk al van uiteindelijk wil ik gewoon echt ondernemen. Dat is mijn einddoel. Maar toen toch uit een soort van gevoel van veiligheid, van toch dat vaste inkomen, wat misschien veel mensen wel herkennen, vooral in een tijd waarin veel mensen zeggen er komt een recessie aan, toch nog besloten om dat te gaan doen. Maar daarna 6 weken besloot ik stop ermee. Ja, en wat was het dan? Want je hebt net beschreven die lange leerroute die je hebt bewandeld. Ja. Slimme dame, je hebt alles afgerond, doorzettingsvermogen. Ja. Waarom ben je dan toch tot de ontdekking gekomen bij die baan van dit is het niet? Wat was het dan precies? In dit geval was het zowel het onderwerp als de organisatie die me heel erg tegenstond. En tegelijkertijd het besef, ieder moment en ieder, alle energie van mij die ik hierin stop, kan ik niet in iets anders stoppen. En jij zal het vast wel herkennen, je hebt gewoon focus nodig voor bepaalde dingen. En ik wilde heel graag iets voor mezelf starten. En als ik dat er altijd een soort van naast bleef doen, zou het alleen maar langer duren voordat ik dat als volledige baan zou hebben. Ja, ja, ja. Oké, terug naar 2017. Je gaat dus aan, je kocht je eerste woning, want je had dus die goed betaalde baan. Ja. Of bij de politie of bij die laatste werkgever die je noemde. Ja. Toen ging je op zoek naar je eerste woning, gewoon om zelf te wonen. Klopt, ja. Ja, en toen echt heel veel bezichtigingen gedaan. Maar als ik achteraf terugkijk, merk je dat je nog eigenlijk helemaal niet zo goed wist wat je aan het doen was. Je bent vooral heel erg vanuit gevoel aan het kijken. Vooral als het je eerste woning is waar je ook zelf gaat wonen. Meerdere biedingen gedaan. Op dat moment denk ik, dat was toen nog veel, denk ik, dat we 10 bezichtigingen hebben gehad. En ik denk wel echt 5 keer een bod uitgebracht. Uiteindelijk niet geworden.
Op een gegeven moment belde de makelaar van een woning waarop we een bod hadden uitgebracht. Belde van, joh, de verkoper wil graag het verhaal van de bieders weten. Ja. En uiteindelijk hebben we daarop gewonnen, om het maar zo te zeggen. Het is echt jullie persoonlijke verhaal. Waarom niet eigenlijk een soort motivatie, een soort sollicitatie? Ja, eigenlijk wel. Voor die woning. Ja. En ja. Wat was jullie verhaal dan? Nou ja, dus op dat moment was het, ja, meerdere woningen gezien, overal een bod op gedaan. We zijn een jong stel, met mijn vriend gekocht namelijk. En toen hadden ze zoiets van, ja, we willen jullie die kans geven. Dus we gunnen jullie in die zin de koop. Ja. Ja. En oké, dat is dus sowieso een les die je kan meenemen. Ja, je kunt. Kijk, misschien in deze tijd wordt het iets minder relevant, omdat we langzaam naar een kopersmarkt gaan. Maar door jezelf dus te onderscheiden van anderen, hoe je zo'n deal kunt binnenhalen. En kun je misschien een beetje onthullen wat de koopprijs was en waar die woning was? Ja, wij hebben in Almere gekocht. En volgens mij stond die er toen op voor 1,75 zoiets. We hebben in ieder geval niet heel veel. Ja, dat is een gezinswoning, hè? Ja. Eén gezinswoning. Ja, 90 vierkante meter. Is niet ondenkbaar in Almere. Ja, bizar. Maar dat is dus ook, op dat moment dacht je nog van, oh, we bieden over de vraagprijs. Mijn vriend die had daar nog wat meer, was daar wat meer terughoudend in. Ik had zoiets van, het is niet een huis van een miljoen. Het is een starterswoning. Zolang je er niet zelf uit hoeft, heb je geen last van wat de woningmarkt doet. Ja. Dus toen uiteindelijk, nou ja, ik had zoiets van prima, wat ik net al zei, die woonlasten moet je toch betalen. Maar we hebben daar op een gegeven moment in 2019 hebben we verbouwd. We hebben toen volgens mij uiteindelijk 1,80 in 2017 voor de woning hebben we betaald. Ja. In 2019 verbouwd. En eigenlijk eind 2020 begon bij mij, ik weet niet waar het precies gebeurd is, maar een zaadje in mijn hoofd. Hoe mooi zou het zijn dat als wij straks verhuizen, want we wisten op het moment dat we het kochten, dit is niet onze forever home. Daarvoor was het gewoon te klein en gewoon niet ons droomhuis. Ja. Hoe mooi zou het zijn als iemand anders je hypotheek kan afbetalen? Met nog nul kennis van hoe de vastgoedmarkt werkt. Daar een beetje over nagedacht. Het was midden in coronatijd, dus heel veel bezig met van oké, hoe kan ik zelf toch een bepaalde zekerheid creëren? Want je merkte gewoon in 2020, alles wat je dacht dat normaal was, kan gewoon in één keer weggevaagd zijn. Ja. En toen uiteindelijk besloot, oké, als ik dit ga doen, dan wil ik daar hulp bij. Ik ga dit niet in vastgoed, de fouten die je kan maken, kunnen je heel duur komen te staan. Dus het gaat nu echt over het beleggen in vastgoed dan. Uiteindelijk besloot om een coach in de arm te nemen. En dat bleek jij uiteindelijk te zijn. Ja, inderdaad. Ja. In een vanuit een andere organisatie heb ik hier mogen coachen inderdaad. Klopt. En kun je een beetje onthullen wat daar concreet je resultaten van waren? Want nu, je ging van je eigen woning in Almere, waar je dus zelf woonde, ging je naar een woning om het in te beleggen. Ja, klopt. Kun je daarover je eerste object die je kocht, kun je daar even wat toelichten over de koopprijs, de uiteindelijke verhuurprijs en hoe de deal überhaupt tot stand kwam? Zeker. Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is, want wij zijn met een groep tegelijk gestart met de coaching. Tenminste, iedereen had zijn eigen traject, maar je deed wel een soort van samen. En wat jij ook altijd nog steeds trouwens benadrukt, maar wat ik daar ook echt geleerd heb, je moet bezig blijven. En dat is op meerdere gebieden in het leven zo, maar je moet actie blijven ondernemen om de doelen die je zegt te willen bereiken, ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Maar wat ik op een gegeven moment heb gedaan, is op dat moment was bijvoorbeeld Rotterdam heel erg hot onder de beleggers. En ik dacht, oké, ik kan in Rotterdam of Amsterdam een woning kopen en het echt voor de top van de huurprijs zeg maar verhuren. Is helemaal prima. Maar ik kan ook kijken of ik kan uitwijken naar gebieden waar misschien minder concurrentie op het gebied van beleggers is. Ben ik daarover gaan nadenken en op een gegeven moment een vriendin van mij werkt bij een bedrijf wat ook woningen huurt. Met haar in gesprek gegaan en zij wees een plek aan waar ze nog meer dan 80 mensen moesten huisvesten. In welke plek was dat? Dat is Groenlo. Groenlo. In de Achterhoek. Ja, ja, niet veel mensen kennen. Het is ongeveer een half uurtje van Enschede vandaan. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Want nu weet ik dat de vraag daar sowieso is. En blijkbaar is er onvoldoende aanbod, in ieder geval voor haar organisatie. En zijn daar dan arbeidsmigranten geplaatst? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, in Nederland is het super interessant, want ik maak altijd een onderscheid tussen twee typen, noem het doelgroepen. Dus je hebt in Nederland heel veel mensen die werk komen doen wat Nederlanders niet willen doen. Ja. Dat zijn voornamelijk de arbeidsmigranten die bijvoorbeeld in kassen werken. Ja. En werk wat Nederlanders niet kunnen doen. Dat zijn vaak de kennismigranten die werken bij multinationals. En die zitten met name in de grote steden. Maar jij hebt je dus gericht op de arbeidsmigranten. Ja, toevallig tenminste meer omdat rond die plek echt de arbeidsmigranten inderdaad, volgens mij zit daar een slagerij in de buurt waar ze arbeidsmigranten dan inderdaad voor Nederland, tenminste die willen hier naartoe komen, maar die halen ze dan ook hier naartoe. Ja. Maar als je bijvoorbeeld meer kijkt rond de grote steden, daar zitten bijvoorbeeld logistieke centra. Maar jij en ik gaan niet in zo'n centrum staan pakketjes inpakken van bol.com. Ja. Dus dat is werk
ik ben blij als mijn bol.com pakketje komt. Maar er zijn wel mensen die de pakketten moeten inpakken. Klopt, ja. Dus het ligt inderdaad een beetje aan... arbeidsmigranten zitten ook weer in verschillende categorieën. Klopt, ja. Klopt. Oké, dus je eerste beleggingsobject in Groenlo. Ja. Kun je een beetje onthullen de koopprijs en uiteindelijk een verhuurprijs, je rendement? Ja. Op een gegeven moment is gewoon op Funda nog gaan kijken. Omdat ik wist, ik ga hoe dan ook een huurder hebben als ik daar een pand zoek. En dit was in 2020, hè? Om even, 2021. Zomer 2021. Ja. En toen zag ik, joh, voor deze prijzen krijg je in Amsterdam een kamer van 8 vierkante meter. Ja. En we hebben daar, dat ging dan om een 2-onder-1-kap-woning met grote oprit, voortuin, achtertuin. Stond erop voor 162,5. Zo. Maar het was een woning uit de jaren 60. En nou, je zag op de foto's wel dat het gedateerd was. Maar we hebben toen gebeld, want er was wel heel veel interesse. Dus je moest er nog steeds ook in dat gebied snel bij zijn met bezichtigen. Maar goed, dat is dat was overal zo in ieder geval op dat moment. Gaan kijken en toen dacht je, oké, er moet al echt heel veel gebeuren. Ja. Enkel glas, kozijnen zo rot dat het eigenlijk geen glas meer was. Op basis van onderzoek en ook overleg met jou, want dat was wel heel prettig. Je moet binnen het vastgoed snel besluiten kunnen nemen. Ja. En jij was toen wel gewoon bereid onderweg terug om in de auto met ons gewoon te bellen van oké, dit is wat we hebben gezien. Dit is wat we weten op basis van informatie bijvoorbeeld uit het kadaster. Gezien de cijfers en de berekeningen, wat zou een reëel bod kunnen zijn waarmee je ook nog echt kans maakt? Ja. We hebben uiteindelijk 190.000 euro hebben we geboden. Ja. En toen, ik denk een week later, hoorden we dat we het waren geworden. Nou, mooi. Dus ongeveer 25.000 euro heb je overboden. Ja. Oké, op een woning van 165.000 euro in Groenlo, in de Achterhoek. Ja. En wat is het uiteindelijke resultaat? Want ik weet dat jullie nog verbouwd hebben. Ja, klopt. Hoeveel was de verbouwing uiteindelijk? De verbouwing. We hebben een bouwdepot hebben we bij de bank gehad. Maar wij zijn onder de bouwkosten zijn wij, of tenminste het geschatte budget, zijn wij ondergebleven. Ja. Ik denk dat wij uiteindelijk, laten we zeggen 50.000 euro, maar er moest echt heel veel aan gebeuren. Ja. Echt de kozijnen, het dak, de elektra, de keuken, gewoon eigenlijk alles moest gedaan worden. Ja. Ja. Wat interessant is, dus je hebt waarde toegevoegd aan die woning. Ja. Je hebt daarvoor een bouwdepot heb je gekregen van de bank. Dus eigenlijk heb je 100% van de bouwkosten kunnen meefinancieren. Ja. Dus uiteindelijk heb je 100% kunnen meefinancieren. Ja. En je hebt waarde toegevoegd aan het object. Ja, en absoluut. Ja. En wat is uiteindelijk het resultaat qua huur? Wij krijgen daar 1800 euro per maand voor. Oké. Ja. Mooi, dat is mooi. Dat is een mooi bedrag. Want er zijn ook organisaties, rent-to-rent partijen, zoals het zo mooi heet, die dus dat soort woningen huren en er dan arbeidsmigranten in plaatsen. Ja. En kun je een beetje onthullen wat daar je hypotheeklasten zijn? Ik denk dat wij qua hypotheeklasten zitten wij op 600 en een beetje. Dus dat valt wel mee. Ja. Maar wij zijn vooral omdat onze eerste object was wel wat meer aan de veilige kant gaan zitten. Qua reserveringen, dat soort zaken. Ja. Je weet als beginnend belegger nog niet zo heel goed wat er allemaal kan gebeuren. Waar je rekening mee moet houden. Ja. Dus dat, ook daarmee komen we nog steeds ruimschoots uit. Ja, zeker. Dat hoor ik. Dus het is voor je eerste deal. Ik ken beleggers die mindere deals doen voor een eerste deal. Dus 1800 euro aan huur. Ongeveer 600 euro aan hypotheeklasten. Nou ja, wat onderhoudskosten. Ja. Nou, volgens mij is dat gewoon een prima deal. Absoluut, ja. Nou, dus gefeliciteerd daarmee nogmaals. Maar dat is dus je eerste deal geweest. En ik heb je net aangekondigd als iemand die dus meer vastgoed heeft. Want je bent vervolgens ook gaan doorgroeien. Ja, klopt. En ik benoemde aan het begin van het gesprek al even dat de woning die ik in 2017 heb gekocht, dat niet... op een gegeven moment hadden ze zoiets van, we zouden zelf wel willen verhuizen. Ja. En als je dat eerste pand hebt afgerond, want dat is toch een proces waar je doorheen gaat. Verbouwen, waar niet ook alles goed gaat. Maar op een gegeven moment begint het te kriebelen van, ik wil meer. Want dat is vanaf het begin wel het idee geweest. Wordt niet één pand. Ja. Maar goed, inmiddels 8% overdrachtsbelasting, trouwens heel 2021 al. En toen dachten we van oké, wat als we nou zelf gaan verhuizen? We hebben deze woning voor een hele mooie prijs kunnen kopen. We kunnen het inderdaad verkopen, een stukje overwaarde vrij spelen. Maar we kunnen er ook voor kiezen om zelf te gaan verhuizen en deze woning aan te houden. Want verhuizen wilden we uiteindelijk toch. Ja. En dat is eigenlijk wat we dit jaar hebben gedaan. Dus inmiddels 2 panden inderdaad in de verhuur, eigen woning nog erbij. Bezig. Vandaag toevallig een bod uitgebracht voor het volgende pand. Ja, en zeg maar, dus jullie eigen woning. Heb je die dan geherfinancierd naar een vastgoedbank? Of heb je nog je eigen woning hypotheek lopen op? Nee, echt geherfinancierd. Inderdaad, over de hypotheek hebben we overgesloten. Ja. Oké, en dan heb je waarschijnlijk de overwaarde heb je meegenomen, of ik weet het niet. We hadden gedeeltelijk om dat eerste pand aan te kopen, hebben we overwaarde dus in 2021 hebben we opgenomen. Toen dachten we nog van, joh, voorlopig gaan we hier wel zitten. Was onze persoonlijke situatie ook nog wat anders. Ja.
Maar nog steeds was de verkoopwaarde van de woningen om ons heen... dat is wel prettig als het je eigen woning is. Je weet precies wat er bij de buren zeg maar allemaal gebeurt. Ja. Wat er eventueel mis is met het huis. Maar de waarde van de woning was nog steeds dusdanig hoog... dat we eigenlijk geen geld hoefden in te leggen... om die hypotheek over te kunnen sluiten. Ja, en voor hoeveel heb je die woning die je dus nu in Almere hebt... die jullie voormalige eigen woning, voor hoeveel kun je die nu verhuren? Die hebben we nu voor 14,50. Ja. Maar nou ja, de woning komt toevallig aan het eind van het jaar weer leeg. En dan merk je wel van, joh, zitten zonnepanelen op. En met deze prijzen is dat echt wel meerwaarde. Naast het feit dat die gewoon goed afgewerkt is. Dus dat kan zou wel weer omhoog kunnen. Ja. En heb je voor die woning dezelfde doelgroep? Is het ook voor arbeidsmigranten of heb je daar een andere strategie? Nee, ik zit nu particulier in. We zijn wel aan het overwegen om er arbeidsmigranten in te plaatsen. Voornamelijk wat ik heel prettig vind is het contact met de organisatie. En de professionaliteit van zo'n organisatie. Met de particulier heb ik tot nu toe gemerkt dat er toch vaker in die zin klachten zijn. Ja. En zo'n organisatie, tenminste waar wij zaken mee doen, die controleert zelf hoe het ermee gaat. En ondanks het feit dat je er een beheerder op hebt zitten, heb ik toch minder omkijken naar de woning waar arbeidsmigranten in zitten. Ja. Dan de woning die ik verhuur aan een particulier. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, mooi. En dus nu heb je dus een bod uitgebracht op een derde woning. Ja. En wat is daar je strategie mee? Je doelgroep? Wil je daar ook arbeidsmigranten in plaatsen? En waar is die woning überhaupt? Is in Amersfoort. Amersfoort, ja. Ja, wij hebben het er al eens eerder over gehad. Is een woning die ik wil gaan splitsen. Ja, mooi. Een woning van 210 vierkante meter. En ik heb vandaag, nog voordat je bod, ga je toch nog even de laatste berekeningen doen. Ja. Dat is een woning waar nu de vierkante meterprijs ongeveer 2800 euro is. Als je kijkt naar vraagprijzen van soortgelijke woningen. Maar als je er appartementen van maakt, als je dan aan de lage kant gaat zitten van de vraag. Prijs per vierkante meter zit je al op 4000 euro per vierkante meter. Ja. Dus ik heb gekeken als ik gewoon een heel, heel riant wil ik het niet noemen, maar wel gewoon boven de vraagprijs zou bieden, zou ik nog steeds 2,5 ton meer waard kunnen laten worden door te splitsen. Ja, 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 ja. En heb je al onderzoek gedaan bij de gemeente Amersfoort om te kijken in de huisvestingsverordening of hoe ze tegenover splitsen staan? Is dat eenvoudig te realiseren. Ja, en wat deze woning bijzonder interessant maakt... is dat de woning al twee opgangen heeft... plus een privéparkeerplaats. Ja, ja. Dus de opgangen zijn ook wel zo... of ingangen zijn wel zo gesitueerd... dat het splitsen het vergemakkelijkt. Ja. Het zijn vier woonlagen... en dan op de onderste woonlagen... en op de eerste woonlagen ingang. Dus al contact gehad met de gemeente... en zij zeggen eigenlijk... joh, als je gewoon voldoet aan de voorwaarden... zeg maar voor qua veiligheid... en de parkeerdruk oké is, dan zien wij eigenlijk geen reden om zo'n dergelijke vergunning af te wijzen. Ja, nou, ik weet toevallig dat jij de verkoper kent. Ja. En heb je wel eens overwogen om de vergunning al aan te vragen? Want zo kun je al meerwaarde toevoegen aan het pand, zonder dat je eigenaar bent. En dan kun je in je taxatie, als je straks gaat taxeren, met vergunning, heb je een hogere taxatiewaarde. Heb je daar dus wel eens aan gedacht? Heb ik wel eens aan gedacht. Maar wat je zegt, omdat je ook een persoonlijke band hebt met de verkoper in dit geval, willen we het niet pushen. Ja. Dus we hebben meer nogmaals aangegeven van, joh, dit is de situatie, dit zou jouw voordeel kunnen zijn en dit is ons voordeel. We zijn er gewoon heel open in. Maar we hebben inmiddels wel besloten met als het er staan meerdere van dit soort panden in die buurt. Als deze het niet wordt, dan gaan we het gewoon bij de rest ook proberen. Ja. En hoeveel woningen kun je daar uiteindelijk creëren? Ik denk als je heel grondig gaat aanpakken, dat je er vier van zou kunnen maken. Maar twee is echt met gemak te doen. Ja, ja, ja. Oké. Okay, dus het zou betekenen, je bent eigenlijk 2020, 2021 begonnen met vastgoed. Ja. Als dit rondkomt, dan heb je straks vier woningen in Amersfoort. Ja. Dus de tweede, dan heb je zes woningen. Ja. In, wat is het, 2,5 jaar tijd. Dat zou een mooi resultaat zijn. Zeker. En is het nu al zo dat jij, want je hebt je baan opgezegd, kun je dus volledig leven met hetgeen je nu doet? Want dan gaan we zo meteen het stapje maken naar YouTube Cash Cows. Maar als jij bijvoorbeeld je YouTube kanalen niet had, zou je dan volledig kunnen leven van het vastgoed wat je nu al verhuurt? Nee, dat denk ik niet. Op dit moment, dat is natuurlijk uiteindelijk wel het doel, maar op dit moment sta ik er vooral zo in dat mijn vastgoed is mijn pensioen. Als ik nog in loondienst zou zijn, over 40 jaar een keer met pensioen mogen, geloof ik persoonlijk niet dat het pensioenstelsel, hoe dat er nu uitziet, dat dat nog steeds zo is op dat moment. Ja. Dus nu zie ik het echt als een langetermijn investering, waardoor ik ook wel, wat je zegt, het pand waar ik zelf heb gewoond in Almere, het rendement is niet super hoog, maar dat is prima. Ja. Want ik weet daar met de opkoopbescherming, dat pand gaat nooit meer, tenminste, zolang dat geld, nooit meer daar buiten vallen.
Dus het is gewoon een super interessant pand, goede locatie, waardeontwikkeling heel goed geweest de afgelopen jaren. Dus voor nu is het voornamelijk langetermijn pensioengedachte, maar dat is niet, daarom wil ik wel doorgroeien. Ja, en misschien een laatste vraag even over het vastgoed. Ja. Want er zijn heel wat wijzigingen die op handen zijn, wat regels die gaan wijzigen, Hugo de Jonge. Ja. We hebben een negatief sentiment, de markt lijkt iets te gaan kantelen, we veranderen langzamer in de kopersmarkt. Ja. Hoe zie je de markt nu? Houdt dat jou tegen om investeringen te doen in het vastgoed? Nee, ik denk persoonlijk dat nu naar kaf van het koren scheiden wil ik niet zeggen. Tegelijkertijd zeg ik dat misschien wel een beetje. Ik denk dat bepaalde beleggers nu afhaken of meer terughoudend gaan zijn. Maar dat als je nou bijvoorbeeld het splitsen, als je daar meer op gaat richten, daar zijn nog zoveel kansen in. Ja. Dus nee, ik vind dat er in iedere markt kansen zijn en dat je als belegger creatief genoeg moet zijn om die ook te benutten en te zien. Ja, ja. Nou, een mooie vastgoedreis heb je gemaakt in... Ja, kleine 2 jaar. Ja. Maar dit is dan jouw passieve inkomen en jouw pensioenvoorziening, zoals je het zelf noemt. Ja. Je hebt ook een actief inkomen. Ja, in YouTube-kanalen, YouTube Cash Cows. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen om dat te gaan doen? Het is eigenlijk vorig jaar zomer geweest, zag ik er op social media veel van voorbij komen. En wat ik persoonlijk het mooie vind van YouTube vergeleken met vastgoed, is dat over het algemeen de investering voor YouTube veel kleiner is. Je dan al heel snel heel veel rendement kan halen. Vastgoed is dat toch over het algemeen wat anders. En toen ben ik er vorig jaar mee begonnen en eerst 2 kanalen gehad. En als ik achteraf terugkijk, denk ik, ja, het is gewoon niet slim geweest dat ik daarin ben gestapt. Zijn ook niet succesvol geworden uiteindelijk. Toen heb ik het een poosje links laten liggen. Maar je zag ondertussen, want je komt in de community, tenminste kwam ik terecht, zag je ondertussen mensen die na mij gestart waren echt super goede resultaten halen. Ja. En ik ben wel zo van, ik weet dat ik het kan. Ja, en dat is niet om arrogant te klinken, maar je weet van jezelf, joh, als zij dit kunnen, kan ik het ook. Dus deze zomer eigenlijk besloten om het nog 1 kans te geven. Maar ook wel met de instelling, als het betekent dat ik 1 jaar lang minder moet sporten, minder sociale dingen moet doen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het werk moet zijn en ik heb daarna het leven wat ik echt wil. Wat is 1 jaar dan op alle jaren daarna? Ja. Dus inderdaad, dat besloot om te gaan doen. En dat ging al snel, ging dat goed. En kun je heel kort het verdienmodel omschrijven? Van YouTube-kanalen, waar verdien je eigenlijk geld aan? Ja, er is al volgens mij iemand bij jullie op de podcast over geweest. Of nou, dat weet ik zeker. Maar waar je eigenlijk geld aan verdient, is dat adverteerders betalen YouTube een bedrag. Eigenlijk net zoals met traditionele tv. Adverteerders moeten betalen om reclames getoond te hebben. En daar krijg jij, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijg jij als content creator of kanaaleigenaar, krijg je daar een deel van. Ja. En hoeveel kanalen heb jij dus nu zelf dan? Ik heb er nu zelf 2 en 2 nog met iemand anders. Ja. Ja. En wat brengt zo'n kanaal dan bijvoorbeeld op aan advertentieinkomsten? Ja, dat is heel verschillend. Het is nu Q4, dus dat is sowieso een interessante tijd om op YouTube, monetize noemen ze dat dan, of om geld te verdienen met YouTube. Maar het ligt ook heel erg aan de niche waarin je zit. Als je bijvoorbeeld over technologie of finance dingen plaatst, ja. Mensen die daarnaar kijken hebben over het algemeen meer te besteden dan mensen die naar kattenfilmpjes kijken. Ja. Dus daar is niet echt een pijl op te trekken. En het verschilt ook nog dus per kanaal voor mij. Ja. Ja. Heb jij dan ook bijvoorbeeld een kanaal rondom vastgoed, nu je toch finance noemt? Nee, maar dat komt meer... Ik heb er misschien nog wel een goede om naar te kijken. Maar wat veel werd gedaan, top 10 mooiste huizen, is dusdanig verzadigd dat je daar echt met iets nieuws moet komen om daar nog succesvol in te worden. Ja, en is het ook zo, want op een gegeven moment, ja, je weet dat vastgoed kapitaal intensief is. En dat je eigenlijk best wat geld nodig hebt om panden aan te kopen. Of in ieder geval een stuk eigen middelen om panden te financieren. Ja. Op dit moment, jouw verdiensten uit je YouTube-kanaal, kun je die ook gebruiken om weer panden aan te kopen? Nou, dat is dus mijn strategie eigenlijk. Wat ik zeg, omdat je in korte tijd veel vermogen daarmee kan maken, kan je dat mooi weer gebruiken voor het stukje eigen inleg, mocht je dat willen. Ja, ja. Nou, je noemt veel vermogen. Kun je misschien een voorbeeld geven van wat zijn een beetje de verdiensten van zo'n kanaal? Waar moet ik aan denken? Ik denk dat met 10.000 euro per maand, dat is heel realistisch. Maar er zijn ook mensen die verdienen zo 50.000 euro per maand met 1 kanaal. En wat vervolgens gevaar wil ik het niet noemen. Maar wat bij YouTube wel het geval is, is dat de kans dat op lange termijn zoveel blijft opleveren, is gewoon niet realistisch of is niet heel groot. Dus daarom weet je van oké, ik moet constant door blijven gaan. Dus wat je zegt, het is echt een actief verdienmodel. Ja. Constant doorontwikkelen, nieuwe kansen zoeken. Dat. En kan je een beetje onthullen wat jouw beste kanaal, een beetje globaal jouw inkomsten zijn?
Nee, die wil ik liever privé houden. Ook omdat het nog best wel nieuw is voor mij. En nou ja, mensen zijn nieuwsgierig en dat snap ik ook wel. Maar dat wil ik voorlopig nog even niet delen. Nee, kan ik me voorstellen. Kijk, ik snap dat je dat privé wil houden. Maar puur om mensen ook een indruk te geven. Want ja. Ja, je ziet het steeds vaker voorbij komen. Van ja, wat levert het dan op, zo'n YouTube-kanaal? Ja. Nou, laten we zo zeggen dat ik verdiende hiervoor in loondienst. Waar ik dus half september ben gestopt, 5000 euro per maand. Maar dit is zeker wel de moeite waard om daarmee te stoppen. En dus ook meer focus weer hier... Ja, die 5000 die je noemt, dat is op zich al, dat is meer dan modaal. Dus dat is zeker iets wat waar mensen, als je dat al zou kunnen verdienen met de YouTube kanaal, is dat natuurlijk zeker het onderzoeken waard. Dus dat het levert zeker wat op dus. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. En als je kijkt naar je lange termijn, laten we zeggen, je 2-3 jaren plan. Qua vastgoed, qua YouTube kanaal, hoe zie je dat dan voor je? Heb je een bepaald doel voor jezelf gesteld? Doelen zeker wel. Niet zo concreet als ik zeg van nou, ik wil er nog zoveel panden bij. Maar ik heb het splitsen en het transformeren. Dat ik denk dat daar echt nog kansen in zitten. Dus daar wil ik mezelf als vastgoedbelegger nog wel op gaan richten. En met YouTube wil ik, eigenlijk wat ik wil met YouTube is dat het je maandelijkse lasten dekt. En dat je inderdaad het vermogen opbouwt om zelf weer door te investeren. En dat met vastgoed, dat je dat niet, erbij klinkt misschien wat neerbuigend. Want het is absoluut niet iets wat je erbij doet. Ja. Maar dat het... dat je dat gewoon hebt van dat heb ik altijd nog. En YouTube dekt nu alle lasten die ik heb en alle investeringen die ik wil doen. Ja. Nee, vastgoed is voor iedereen, heeft het een andere rol in zijn beleggingsmix of in zijn, zijn doelen die hij heeft in het leven. Ja. Dus inderdaad, als jij zegt het is meer iets voor de lange termijn, snap ik prima dat jij nu zegt van hey, ik richt me op mijn YouTube-business en dat vastgoed is er een beetje bij. Maar wel wat ik zeg, bijvoorbeeld nu met het splitsen, dat gaat niet iets zijn als ik kijk naar ons eerste pand, dat heeft echt langere, een aantal maanden, is dat gewoon waar je mee bezig bent. Het is je eerste, maar als ik nu met het splitsen dat een eerste keer, ik ben wel echt zelf van plannen, organiseren, er bovenop zitten. En dat is helaas in het vastgoed met sommige mensen die je inhuurt ook wel nodig, dat je er echt bovenop moet zitten. Ik zie het niet in die zin als iets voor erbij, maar omdat sommige YouTube-kanalen van mij nog best wel nieuw zijn, daar gaat er wat meer tijd in zitten dan wanneer dat al wat langer loopt. Maar wat ik zeg, eigenlijk is mijn doel voor het eind van het jaar nog een pand erbij, of eigenlijk eentje die je kan splitsen. Ja. Dus dan weet ik, oké, dan komt YouTube misschien weer op een iets lager pitje te staan en ga ik echt met vastgoed bezig. Want je merkt wel, tenminste ik merk wel, dat als ik die focus heb, dan werkt het nog beter dan wanneer ik half het een en half het ander doe. Ja. Nou, in ieder geval, dank voor het geven van inzicht in jouw vastgoedcarrière en in jouw YouTube-carrière. Ik denk dat de kijkers zeker wat gehad hebben aan hoe jij jouw portefeuille tot nu toe hebt opgebouwd. Mm-hmm. Mooi in die 2 jaar dat je dus een aantal panden hebt kunnen kopen. Nou, ik gun je al je succes met jouw aankoop wellicht van jouw splitsingsproject. Dankjewel. En wellicht komen we er nog een keer over te spreken. Ja, lijkt me leuk. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. Okay. Nou, kijkers, bedankt voor de aandacht. En dank voor het kijken naar de aflevering en het luisteren. Ik zie jullie graag bij de volgende aflevering. En vergeet je vooral niet te abonneren op dit kanaal.